Ons moet die drie belangrijke eigenschappen van die verbruiksfunctie gaan verduidelik met wil van een figuur. Om dit te kan doen, begin ons met ons verbruiksfunctie. En as ons naar die verbruiksfunctie kyk, dan weet ons hy bestaan uit een autonome gedeelte en ook uit een geïndiceerde gedeelte. Kom ons kyk eerst naar die geïndiceerde gedeelte, CI. Wat kan ons hier sien? Wat weet ons? Wel, as daar een toename in inkome is, weet ons dan een toename in verbruik. So verbruik is een functie van inkome. Maar, bestee ons al ons additionele inkome? Nee, net een sekere gedeelte van die additionele inkome word verbruik, en daardie gedeelte word gegee deur C, die marginale verbruiksgeneigdheid. So, wat ons kan sien, C is een funksie van inkome, en as daar een toename in inkome is, is daar een toename in verbruik, maar ons verbruik nie al die additionele inkome nie. Dit is die geïndiceerde gedeelte. Hiermee te saam bestaan verbruik uit een autonome gedeelte. Nou wat sê die autonome gedeelte vir ons? Al is inkome nul, is daar steeds een sekere hoeveelheid besteding wat plaasvind. Autonome gedeelte, onafhankelijk van inkome, al is daar nie inkome nie. Nou, ons met hierdie drie eigenskappe moet ons ook grafies gaan voorstel. Hoe begin ons? Met ons asse, met een bepaalde verhouding tussen verbruik en inkome voorstel. My autonome verbruik sê vir my, al is inkome 0, vind een sekere hoeveelheid verbruik plaas. So al is inkome 0, so hierso, vind een sekere hoeveelheid verbruik plaas, sê maar by daardie punt. Nou, soos wat inkome toeneem, neem verbruik toe. Soos wat inkome toeneem, neem verbruik toe. En ons het een opwaartse kromme. Toename in inkome, toename verbruik. Maar, bestee ons die hele toename in inkome? Nee, slechts net een sekere gedeelte van die additionele inkome. As inkome met, sê maar, 1 rand toeneem, dan spandeer ons nie die volle rand nie, maar sê maar net 80 cent. En hierdie verhouding word gegee deur die marginale verbruiksgeneigdheid. So terloops, van julle sal nou weet, maar die marginale verbruiksgeneigdheid of hier die 80 oor die 100, die 0,8, is ook gelijk aan die helling van die verbruiksfunksie. So, die helling geef vir ons ook die marginale verbruiksgeneigdheid. Goed, om op te som. Verbruik bestaan uit een autonome gedeelte en een geïndiceerde gedeelte. Die geïndiceerde gedeelte sê vir ons, soos wat inkome toeneem, neem verbruik toe. Maar nie met die volle bedrag van die toename in inkome nie, slechts een gedeelte, en daar die gedeelte word gegee deur die grensverbruiksgeneigdheid.